Vandaag op 999 wagen 99 bruiden de sprong in het diepe in het kader van Trash Your Dress. En NOS Headlines springt er gewoon achteraan. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Hoe ben je op dit idee gekomen? Wij zijn zelf natuurlijk trouwfotografen en wij horen heel vaak op 888 ga ik trouwen, op 777. Dan moet je weer een gewone trouwreportage doen en wij wilden eigenlijk op deze speciale datum iets heel anders doen. Dus volgens mij hebben we iets heel unieks gedaan vandaag met meer dan 100, want we hadden er veel meer dan 99 uiteindelijk. Vind je dat niet jammer? Want 99 was natuurlijk mooier voor 999. Klopt, maar het punt is, er zijn heel veel mensen die op het allerlaatste moment natuurlijk aan- en afmelden. Dat kan je niet controleren tenzij je echt hier op dat moment gaat zoeken naar die vrouw. Wat vindt u er nou eigenlijk van? Ik vind het een prachtig evenement. Al die vrouwen op een rijtje, helemaal geweldig. En welke vond u nou de mooiste? Ja, er is mij de mooiste en dat is natuurlijk deze. Dat vond ik 20 jaar geleden al en dat vind ik nog steeds. We kregen die uitnodiging via de Hives en toen had ik zoiets van joh, we zijn in mei afgelopen mei zijn we dan getrouwd. En ja, de jurk hangt nu ook aan de kast, dus waarvoor zou je het nu ook niet doen? Hoe zou u uw huwelijk omschrijven tot nu toe? Nou, heerlijk, heel fijn. Ja, als een boeiend avontuur. Waarom heeft u een veiligheidsbelt? Anders zou ik niet meer komen. En nu mag ik. Nee, ik wil alleen maar zwemmen.